Zo trots ook. Hey guys, guess who's back? It's me. Na een week in bed gelegen te hebben, ben ik er weer uit. En ja, het was echt een helse week. Ik kan me echt niet herinneren wanneer ik zo ziek ben geweest als deze week. Dus dat was niet echt leuk. Ik lijk net een jongen door die pony zo, met zo'n bloempotkapsel. Dat was niet zo leuk, maar ik voel me ook nog steeds niet optimaal. Alleen nu is Kay haar gender reveal party vandaag en daar ga ik nu naartoe. Dus ik wil jullie daar wel mee naartoe nemen. Dus dan gaat zij zelf ook te weten komen of ze een jongen of meisje krijgt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dus ga gezellig mee. Oh ja, en je moest gekleed in blauw of roze en ik heb roze aan. Dus, nou, kijk jongens. Hier staat alles. Die is de jurk aan het stomen en aandoen. Dat is een beetje stress. Oh jee, moet ik haar helpen? Moet ik haar helpen? Ik ben aangekomen bij Kay haar gender reveal party. En hier is Kay en haar zusje. Buik groeit echt snel. Oké, en ik ga het zo filmen, maar hierin komt dus te zien. Ja, of de cake roze of blauw is. Ja. Maar ik zat dus vannacht na te denken erover. En ik dacht dus van, wat nou als er zeg maar kruimels bij zeg maar, dat je dat gezien had of zo. Nee, want ik heb hem dus net pas opgemaakt. Ik durfde het gisteravond niet te doen. Daar zat ik echt letterlijk gisteren zo lang over na te denken. Hij stuurde me ook zo'n berichtje van, en wat vind je van de buitenkant? En ik zo, ik durf hem niet open te maken. Nee. Maar ja, weet je, alles, het is wel slim dat de buitenkant roze en blauw is. Ja, daardoor kan je het ook echt niet. Maar wat zei je? Je hebt wel een... Wat heb ik? Heb je een kruimel gezien? Nee, nee. Nee, het kan ook echt niet. Nee, ik heb ook echt goed gezocht. Maar je kan niks zien. Nee, ik zie het. Het is echt... It is as it is. Dit is het moment. Okay. Het moment. Moet hier rechtop liggen. Maakt niet uit, kom maar wat je denkt. Oh my god. Ja, tuurlijk. Zo, hè? Wat? Zo, hè? Tegen elkaar. In één keer. In één keer naar beneden. Ja. Zo. En dan iets. Doe het nou, Diego. Dus tegelijkertijd. Maar niet met die bal. Ja, wil je die bal wel zien? Krijg je echt een hard oog. Nee. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ga zitten. Ja. Ja? Nou, tegen mij. Ja. Oh my god. Ik ga echt dood. Wat? Beneden. Een meisje volgens mij. Ja! 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 Ik kom weer thuis na Kay haar feestje. Tenminste, Kay en Diego feestje. En ik moet zeggen dat ik wel echt heel erg moe ben. Nog dan niet zo heel veel energie heb. Sander? Yo. Hey. Oh, ze hebben pakketjes bezorgd. Wat leuk. Zoveel pakketjes. Ja, zijn er veel pakketten bezorgd? Albert Heijn. Oh ja, de Albert Heijn was natuurlijk ook nog daar. Ja. Die hadden we besteld. Oh, onze boom is zo mooi. Kijk, er liggen al cadeaus onder. Maar volgens mij heeft Bibi hem al laten zien. Hoe is het? Ik ben zo moe van dit... van deze... outing. Gebeurtenis. Nee, gewoon omdat ik nog niet zoveel energie heb. Nee, maar... Ik 3 uur slapen nu. Dan gaan we het dan lekker doen. Hoe is het met jou? Ja, prima. Ik heb super spieren in mijn... aanhechtingen. Nee, ik heb gisteren getraind. Dat is echt... Leuk. Zo'n pijn. Best dat ik nog een eerder gehad. Precies deze. Oké. Okay. Met zo'n ding, weet je wel. Echt. Of vrij is goed, ik ben bezig met een nieuwe mixtape. Ja, dat is nice. Krokodil zit een beetje nader. Ha! Ha! Zie je, deel.
Zo trots ook. Mooi hoor, Ol. Het regent buiten en Mo is gezellig langsgekomen. Die gaat nu make-uppen. Welke deel voor de foundation deze? Nee, die Real Techniques. Ik weet niet of ik die er toevallig heb uitgehaald. Ja. Heb je die ook al gekocht? Deze pas. Die Real Techniques. Ja, die heb ik in 3 centjes. Ik gebruik de Beauty Blender niet meer. Ik wel. Ja? Ja. Nog steeds? En jij, Ol? Beauty Blender? Wat betekent het dat Olly zo gek is op gitaren? Dat ze later met een gitarist gaat. Misschien gaat zij wel met John Mayer. Gaat zij mijn droom in vervulling brengen? Die is dan 80. Wie weet. Wat heb je gekocht, Noor? Ik heb niks gekocht. Jij komt terug, zomaar komt terug uit de stad. En dit. Oh, we gaan even Olly helpen. Wil je gitaar spelen? Ja. Okay. Ja. Het is een beetje groot, hè? Waar is jouw eigen gitaar gebleven? Die ligt daar. Oh, daar. Daar ligt jouw gitaar. Nee. Zullen we samen gitaar spelen, Ol? Kom, ga jij op jouw gitaar? Ga ik op... Heb je... Past. Mama's gitaar. Da-da-da-da. What did you buy? Shoes. Oh, nice. Heel mooi. Oh, wauw. Ze zijn heel vet. Leuk. Ze zijn al vies, schat. Ik heb niet, schat. Ja. Waar zit hij dan? Daar, hè? Bovenop. Ach ja. Maar ze zijn wel een beetje vies, ja. Zijn ze al van iemand geweest? Dat is echt een kus op. Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij, zie ik bij mijn vader kwam met... Een broek met scheuren, zei hij, geen geld voor kleding. Ja. Kom met je gitaar, gaan we dat doen. Ja. Hier. Kom op, pak je gitaar. Gaan we samen gitaar spelen. Pak jouw gitaar. Pak jouw gitaar. Die pleta. Ben je er blij mee? Ja, echt. Ja, zelden zo blij zijn met spullen. Mooi. Ik ga zo meteen ook even aandoen. Nou, dat mag. Okay. Zij heeft die gitaar verleend. Maak je dan niet vies? Want ze zijn al een beetje vies, zeg ik. Is dit... Ja, ik zat dus in die Gucci. Oh, dit is wel haar camera. Hoe vind jij die unboxing? Echt? Waar zit mijn camera? Wil je niet gewoon opdoen, net als papa? Kijk, DJ'en. Nee, net als mama ben je een DJ. Ik wou dat zeggen. Ik ben toch een DJ? Papa! Ja! Kijk. Ja, tof man. Zullen we samen gaan spelen? Olly is een DJ. Heb jij nieuwe sloffen gezien, San? Ja, heel tof. Vind je ze leuk? Ja, heel, heel gaaf. Hoe gaaf? Proost, met de gitaren, proost. Ze is zo geïnteresseerd in gitaren. Ja, maar is toch ook heel tof? Wonder what it means. Dit is wel echt heel... Vals. Ze heeft het echt 3 keer rondgedraaid. Je kan toch even stemmen gewoon? Ja, zeker. Dat kan ik blind doen. Ik heb natuurlijk een absoluut gehoor. Zal ik even stemmen? San, ik vind ze echt super leuk. Ja? Ja, echt heel erg leuk. Mooie tas, hoor. Zullen we vlogception doen? Vlogception, dat is toch als je allebei tegelijkertijd vlogt, Mo? Oké, Mo is er vandoor. Ja. En ik ga koken. Ik ga pita broodjes met falafel maken. Uit de oven. Olly lust namelijk ook wel falafel. Dus dan kunnen we met z'n allen hetzelfde lekker eten. Olly aan het dansen, dat is zo cool. Ja, Olly danst echt zoveel. Wie mooi aan het dansen. Wil je doen? Is het hier heel koud of ligt het aan mij? Ik weet niet, ik ben zo moe. Oké. Ja, dan ben je... Ga zo echt lekker naar bed. Ik ga de oven voor verwarmen. Pas op, pas op! Oh, daar zitten dingen in. Dat wist ik niet. Oké. Okay. Kijk hoe leuk we wat van de crash kregen van Olivia. Olivia's kerstman. Ze lijkt echt een jongen van 4 hier. Maar goed, wel cute. Ga je schoonmaken? Olivia? Mama heeft een nieuwe strik voor je gekocht. Kijk. Kijk eens. Die ik niet helemaal lekker vind. Die vind ik helemaal super tof. Leuk? Vind je mooi? Goed zo! Ja! Yeah.
Goed. Oh. En nu op je hoofdje doen. Tot aan de pre-chorus, zeg maar. Tot de kick begint, basically. Oké. Oké, luister. Zo. Van kinderen aannemen, hè. Zo. Ik ben boven en het is heel vroeg nog. Ik ben heel erg moe nog steeds wel. Dus ik ga lekker in bed liggen en slapen. En ik ga even een, niet een dagvlog doen, maar denk van 2 dagen dan uploaden. Maandag. Zoiets. Goedemorgen. Hey guys, good morning. Het is zondag en Sander is heel veel stad ingegaan. En ik werd wakker en ik heb gewoon weer een soort van buikgriep. Ik denk eigenlijk dat ik gisteren beter niet de deur uit had moeten gaan. Ik wilde zo graag naar die gender reveal party van Kay. En dan, nou ja, voordat je het weet, besteed je allemaal energie die je niet hebt. En ja, ik voel me dus weer ziek vandaag. Morgen heb ik een shoot met Mo voor ons project wat deze week gelanceerd gaat worden. Dus ik blijf met Olivia gewoon lekker thuis vandaag. En ja, sorry. Het is een beetje een andere vlog dan ik gehoopt had. En ik vind het zelfs ook niet leuk dat ik ziek ben. Maar goed, ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk vonden. En als ik me beter voel, dan maak ik weer een vlog. Dat kan morgen zijn, dat kan overmorgen zijn. Jullie gaan het vanzelf wel merken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ook heel erg bedankt voor al jullie lieve comments voor de vlog van Bibi nog. Super leuk om te lezen. Bibi had heel goed gedaan. Ja, nou, ik zie jullie snel weer. Merry little Christmas.